Trixie zit er in één keer op haar rennen. Ja. Ik stond ertussen. Ik denk dat dat wel een... Dat het altijd blijft zien, oké? Dat denk ik ook wel, ja. Ik ga even de was ophangen. Heb jij nog onderbroek op aan of niet? Nee. Ja, ik heb ze wel. Ja? Dat doe ik thuis wel. Als je daar zo achter zit zometeen, dan krijg je al die onderbroek van jou in je nek. Ja, nou dan moet je vol gaan zitten. Maar we zijn dus aan het voorbereiden voor weer een nieuwe vaartrip. Ik heb een soort van waterbed. Je ziet het als een plek waar ze gewoon kan plassen. Ja, maar dat is toch niet normaal? Want we gaan onze vaartrip even aftoppen met een lekker kaanvaartje. Ja, een luxe, hè? Als het opgelost is, dan gaan we eigenlijk net als jullie... Dat jouw bril nog op je hoofd staat, dat is toch ongelooflijk? Van de waterkaart. Komen er weer aan, ik laat het avontuur. Op wielen of op water, achter uw stuur. Komt er op ons pad, wat gaan we weer beleven? Met camera in de hand, door stad en land. Soms zit het mee, soms zit het even tegen. Maar we komen er eens klaar, op de volgende bestemming. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. In de vorige vlog zag je dat we vanuit Geldermalsen lekker op het fietsje het oranje stadje Buren hebben bezocht. Eenmaal terug op de boot was het tijd om de barbecue maar eens aan te zetten. Kijk eens aan. Grilletje staat weer aan. Schermpje erop. Ja. Een tomahawk steekje. Lekker, lekker, lekker. Ik zo vreemd. Zo. Helemaal weg. Oh. Ja, ben ik zo goed. Een linge biertje erbij gekregen in Gorinchem. We hebben de kap even dicht gedaan, want er kwam een hele donkere lucht over en het werd wat kouder. Maar wij laten ons niet kennen. Nee. We grillen gewoon maar door. En wat je op de achtergrond hoort, proost, is een landbouwvoertuig. Die is daar bezig. Je ziet hem niet, maar je hoort hem wel. Dat gaat allemaal door hier, hè? Ik zag die sproeikop. Oh, ze zijn aan het sproeien. Dat is ook nodig, want anders krijgen ze alle soorten ziektes en geen mooi fruit. Nee. Je kunt ze niet kwijt. Ze werken het gewoon. Even een lekker auberginetje, tomaatje, uitje. Wat is dit? Hoe noem je zo'n ding? Een courgette. Even lekker met Italiaanse kruiden, olijfolie, knoflook, peper en zout. Heerlijk. Zo komen wij onze avond hier wel door. Ja. En dan morgen gaan we weer terug. Ja, we gaan op de route. Gaan we dezelfde route weer terug, de lingen weer. Dan zie je er andere dingen, joh. Dat is ook zo. En ik geloof dat ze mooi weer opgeven morgen. Lekker, lekker. Ik heb er nu weer zin in. Ja, mijn spelletje. Ja hoor. Een stukje tomaat. Ja. De volgende morgen wordt het weer tijd om de trossen los te gooien en gaan we richting huis. Maar we hebben nog één leuke stop in gedachten. Net voor vertrek krijgen we ineens nog een trouwe kijker naast de boot met een heerlijk pakketje voor ons. Er zit een potje van de fruiten Flipje, uit Tiel natuurlijk. Ja. En een potje van Geldermalsen, de skyline van Geldermalsen. Oh ja. De skyline van Geldermalsen, ja. Zelfs die hebben we hier. Je maakt het niet groter dan dat het is, hè? Ik maak het helemaal niet groter. Kijk, dat is de skyline van Geldermalsen, dames en heren. Ja. Wat taartrotsjes. En die zit, dat is de rondjes. Nee. Nee. Dat is voor jou, maar dat is voor jou. Nou, geweldig, dankjewel. Daar gaan we van genieten. Je komt hier vandaan of niet? Ik kom uit Tiel, maar ik werk hier in Geldermalsen. En jij het Flipje? Nee, ik heet hier Flipje. Nou, hartstikke leuk van Wayne. Een sportdocent toch hier? Ja, die kwam even, toch? Dat weet ik niet, ik dacht ik gewoon het onderwijs. Nee, volgens mij had ze een trainingsbroek aan. Dus ja, dat is waar. Ja. Heel raar. Kijk, net als dat jij je korte broek aan hebt als vroeger zijn, dan doet hij natuurlijk zijn... Als jij daar je sportlessen van gaat, Kees, hij heeft veel in geweest nu, hoor. We gingen net de hond uitlaten, wat trouwens top is hierachter. Nou, hè? Heerlijk, water. We hebben zelfs schildpadden gezien. Ja. Maar pa heeft zo'n lijn. Oh, wacht, pak hem er even bij. Of pak jij hem? Ja, dat lukt jij ook nog wel. Ik ben ook hartstikke lenig. Je hebt net je ochtendgymnastiek gedaan natuurlijk. Hè? Zit in de Trixie-tas. Ja, deze Lies. Nou, dat ding is vlijm en vlijmscherp. Trixie zit er in één keer op haar rennen. Ja. Ik stond ertussen. Ja.
zeggen. Goed, ik heb wel een lelijke snijwond. Nou, Trix is een beetje te enthousiast. Ja, ja, ja. Dat kan je wel zeggen, Trix. Jij was een beetje te enthousiast hier. Ik denk dat dat wel een... Dat het altijd blijft zien, oké? Dat denk ik ook wel, ja. Dus ik ben wel verzekerd. Ja? Misschien dat je smettergeld kan krijgen. Ja, dat is zoiets, ja. Ja, ik ben natuurlijk cosmetisch vreselijk gehavend. Het is niet mijn eerste litteken hoor, ik heb er weer een bij, maar het is wel... Ja, vrij scherp. Ja, ik hoop die niet, zou ik zeggen. Nou, ik heb hem al twee jaar met veel plezier. Ja. Want het voordeel is, je ziet hem niet met film. Als je zo'n brede lijn, dan heb je geen één leuke vlog meer, hè? Oh, het is toch wel erg. Je moet gewoon een andere lijn hebben, vind ik. Zo'n, met zo'n lint. Dat kan je niet zo snijden. Ik heb een buurman... 10 juli ben ik jarig. Ja. Dus als je dan wat wil geven, zo'n lijn is misschien een heel goed idee. Ja. 10 juli. Nou ja, ik sprak een keer iemand waar ik de hond mee aan het uitlaten was. Die had ook zo'n lijn. En die had nog maar 4 vingers. Onder de zaagmachine zeker? Nee, ook zo'n lijn. Ja, die lag zo, zijn vinger lag zo op de grond. Oké, dan is het nu echt tijd om te gaan varen. En we worden vanaf de steiger nog even uitgezwaaid. De groeten, bedankt. Dat was Geldermals. Tot ziens. Bedankt, hè. Yo, bedankt. Nou, we varen Geldermals uit. En ik ga even de was ophangen. Heb jij nog onderbroek op aan of niet? Nee. Ja, ik heb ze wel. Ja. Dat doe ik thuis wel. Ja, waarom? Om, daar hangt ze in de tuin, frisse lucht. Frisse lucht? Frisse, nu lekker onze lucht. Ik heb vanmorgen een wasje gedaan. Maar ik ga dat gewoon eens even hier ophangen. Ik heb een waslijntje gespannen. We zijn toch een uurtje of 4 onderweg. Dus ik ga eens even wat huishoudelijke taken verrichten. Als je daar zo achter zit zometeen, dan krijg je al die onderbroek van jou in je nek. Ja, nou dan moet je voor gaan zitten. Ik vind het ook wel heel... Trutterig, hoor. Trutterig? Ja, want het was op te hangen op je boot. Ja, maar dat is gewoon het dagelijks leven. Dat gaat allemaal door. Ja. Ja, het is wat het is. Oh. Gaat het passen? Ja, dat gaat passen. Toch is dat... Ja, dit gaat zeker passen. Toch blijft het een beetje... Ja, stokken hier naar beneden. Nee, joh, ruimte zat. Oh. Hey. Hoor je dat? Gaat de trein over? Even kijken, hoor. Waar gaat hij? Waar gaat hij? Waar gaat hij? De sprinter als het goed is. Oh, dat is een goederentrein, joh. Ja, lang, hè? Zo. Er staat nog wat te koop, zie je dat? Ja, ken je het water wonen. Ken je het water wonen? Nou, ik woon op het water. Dat vind ik eigenlijk veel leuker. Krijgen wij hier nu gewoon te maken met een voorganger en straks een tegenligger? Ja, het wordt druk. Dat moet niet gekker worden, joh. Nee. Je moet wel even je kopje erbij houden. Och, wat een villa trouwens hier. Heerlijk. Het pontje dat gaat naar, ik denk, Marienwaard. Naar de overkant toch? Ja. Hier in het gebied Marienwaard. Prachtig gebied trouwens. Vanaf Inspijk. Ja, ja, ja. En jij zegt, ik ben er wel een keer mee geweest. Ja, ja, ben ik mee geweest. Je hebt natuurlijk heel veel gefietst de afgelopen jaar. Nou, ja. Je bent sinds je 57ste met pensioen, hè? Nou, pensioen. Nou. Ja, toen werd je moeder ziek en toen... denk ik, nou, het is mooi geweest, maar toen had ik ook heel veel gewerkt. Ja, heel veel, ja. Ik heb wel geluk gehad dat ik het zo lang van heb kunnen genieten. Al. Nou, dat is wel. Je bent nu natuurlijk bijna 75, maar al bijna 20 jaar aan het, een beetje aan het, ja, een beetje duimen draaien. Ja, nee, van alles gedaan, maar eerlijk is eerlijk. Maar het is een oplossing, gewoon 60 uur in de week werken, 30 jaar lang. Ja. En ook hebben kunnen genieten daar niet veel, maar wel veel uren gemaakt. En dan pas gaan genieten. En dat ken je altijd bij iedereen toen. Nee. Je ziet bij je moeder. Maar die hebben ook nog kunnen genieten. Maar ik ben niet helemaal met je eens dat je zegt van... Werken. Zoveel uren achter elkaar. En daarna pas volop genieten. Nou, daar sta ik net iets anders in. Ook want ja, misschien word ik ook geen 50. Weet ik, dat weet je toch niet. Je moet toch tussendoor. We gingen wintersport. We gingen best wel ook de leuke dingen doen. We hadden de caravan. Dus dat wel. Alleen toch goed leven gehad. Zeker, maar het stond wel heel veel teken van het bedrijf. Het was hard werken vooral. Ook voor jullie, ook voor ma. Ja,
Ze is niet aankomen waaien. Nee. Dus het zwaartepunt lag wel aan het begin van jullie iedere avond tot 11 uur. Ja, maar dat, ja, dan kan je wel vroeg met pensioen, dat is het voordeel. Ja, maar het was dat, toen alleen maar werken. Ja, ja. Maar en, dus toen we jong waren, je moeder was 21 en ik 23. Toen we begonnen hebben we echt heel veel gewerkt. Heel maar goed, het geluk gaat dat je gezond gebleven bent. Op, ja, later zijn niet, maar wel kunnen genieten. Maar goed, ik ben natuurlijk ook vrij ziek geweest op mijn 24e. En ja, misschien dat de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt door op zoek te gaan naar de ultieme manier van vrijheid, dat dat misschien daar ook wel vandaan komt, geen idee. Ja, ik heb toen echt wel op het randje gelegen. Ja, dat heb je zeker. Dat had ik net zo goed niet kunnen overleven. Toen je die stoma had? Ja, ik had op mijn 24e had ik een stoma. Ja, maar ja, ik ging daar toen heel makkelijk mee om. Ik was 24 en ik, na 4 maanden was ik alweer zwaar camerawerk aan het doen, terwijl ik hier gewoon een open hond had. Dat mocht eigenlijk helemaal niet. Maar ik deed het wel, want waarom willen ze dus een weg? Ik heb er ook helemaal geen spijt van. Maar ik denk wel dat heel veel keuzes die ik nu in het leven heb gemaakt, dat ik denk van ja, het leven kan zomaar in één keer voorbij zijn. Of je kan zomaar ziek zijn of gehandicapt raken. Ik wil het allemaal niet te zwaar maken, maar misschien dat dat wel voor mij de reden is dat ik gewoon altijd op zoek ben gegaan naar vrijheid. Ja. Dus ik wil geen baas en ik wil gewoon lekker doen wat ik zelf wil. En hoe leuk is dat ik dan dit nu met jou doe, als soort van familiebedrijfje, dat jullie meegenieten. Ja. Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En ik ben ook nog bezig om een kinderboekje te schrijven. Daar heb ik het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Maar dat is ook iets, komt in één keer in me op. Ik denk, daar ga ik vertellen. Terwijl dat wij straks hier onder de A2 doorgaan bij Beest. Ik weet niet of dat ik het kan, maar ik heb een beetje de mentaliteit van, nou, ik weet niet hoe het moet, dus ik denk dat ik het kan. Volgens mij komt het van Pippi Langhuis. En dat ga ik doen, dus ik heb al een illustrator gevonden die de tekeningen gaat maken. En ik ben het zelf aan het schrijven. En dat zal niet volgende week klaar zijn, daar ben ik lekker mee aan de slag. Maar dat doe ik naast de vlog. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Ja, dat zeker. Ja. Zo moet je alles een keer proberen in je leven. Ik heb verhalen genoeg te vertellen. Het is ook een beetje fictief. Nou, het worden een beetje de avonturen van Kees en Chico. Ja. Nou, laat even weten of dat je het een leuk idee vindt. Terwijl we dit gesprek hebben onder de A2 door. Is ook wel weer gaaf, hè? Ja. Hoeveel auto's boven ons heen gaan nu? Ja, vaak lopen ze op zo'n snelwegen gewoon door prachtige natuurgebieden natuurlijk. Kijk hier, bij Beest. Ja. Beest in de Wei. Pa doet nog even een heerlijk middagdutje en bekijkt de lingen vanaf de binnenkant van zijn ogen. En ik stuur de VB002 door het rustgevende landschap. Alle koeien in de wei, shalalali, shalalala. Heel mooi, Kees. En door. We zien een mooie plek om af te meren in Arkel. Hier mag je 2 keer 24 uur gratis liggen. En uiteraard zonder faciliteiten. We hebben meerpennen de grond ingeslagen en daar de lijnen aan vastgemaakt. Dus de VWN 002 ligt goed. We lopen even Arkel in en onderweg komen we langs deze luxe motor van onze volbuurman. Echt heel gaaf en zo met het sportwagentje op het dak. Heeft hij nog best wel een lage doorvaarhoogte. Het centrumpje van Arkel is klein en er zijn nog maar weinig winkeltjes of horeca over. We wilden even een terrasje pakken, maar dat wordt toch even een drankje aan boord. Hé, die hebben het wel laten zien. Ja, die vindt de Arkel wel perfect. We zijn net Arkel in geweest, het centrum. Ja. Het centrum. Maar we wilden even een lunchje en een biertje doen, maar er was niks open. Nog geen cafetaria, niks. En we hoorden van de mevrouw die daar woont, die zei de Chinees gaat ook dicht. Eerdaags. Ja. Maar goed, dus we zijn weer teruggelopen. Het is wat het is, maar onderweg hier naartoe, ik denk nou even, ik heb toch niks te doen. Dus ik ga maar even bloemen plukken. Je moet er wat van maken, hè, in het leven. Nou, keurig. Dat is mooi hoor. Bij de bloemist betaal je tegenwoordig wel een boeketje. 40 euro voor. Nou, morgen hangt alles zo met dit soort spul, maar dat geeft niet, want dan gaan we toch naar weg. Dat is bij mij ook. Ja. Dat maakt niet uit.
Kijk, staat er goed? Ja, heel mooi. We hadden nog wat oud brood over en die hebben we even lekker in de pan gebakken met wat kaas ertussen. We hebben genoten van dit mooie plekje en het was een heerlijkheid voor Chico en Trixie. De volgende dag gooien we de meerpennen los en varen we richting Dorst. Ja, dit is bekend terrein, dus hier stopt het Lingenavontuur voor deze vlog. Ik ben heel blij dat we dit hebben meegemaakt, want het was echt heel erg mooi varen in dit gebied. Vanuit Arkel zijn wij weer terug in Dordrecht. 2 weken later, het is inmiddels 14 juni en de mussen vallen dood van het dak. Het is echt hartstikke warm. Maar we zijn dus aan het voorbereiden voor weer een nieuwe vaartrip. Mijn pa is zojuist weer gearriveerd. Het gebruikelijke plaatje. We gaan weer inschepen. We hebben boodschappen gedaan. En allerlei... Hij komt eraan met een zak. Hallo trouwens. Ja, we zijn in... Het beddengoed is goed gewassen. Het beddengoed, ja. Het is niet zo fris meer. Nou, inmiddels wel. Maar ja, het nee, was ik... niet zo fris. Nee, want, nee, leg even uit wat jouw hond heeft gedaan. Weet je, dat snap ik niet. Want ze doet alleen maar bij jou, hoor. Maar waar heb je het over? Ja, wat? Ze hebben weer op je bed gepiest. Maar, ja, ik lach erom, maar ik moest er echt om janken. Het is helemaal niet leuk. Een onderlegger die... Een onderlegger. Een incontinentiemat heb ik op mijn matras. Pa was afgelopen week ook bij mij met Trixie. Natuurlijk hartstikke gezellig. En ik had... Ik denk, Trixie komt, ik doe de deur dicht van mijn slaapkamer. Daar heb ik van geleerd. Een dranger trouwens. Veel van jullie zeiden het. Kees, zit er een dranger op? Is ook niet handig, want ik moet al zo naar binnen toe. Het is niet de normale doorloophoogte. Dus dan stoot ik mijn hoofd tegen. Dus een dranger helpt niet. Maar inmiddels ben ik getraind om, als Trixie aan boord komt, om mijn slaapkamerdeur dicht te doen. Maar... Alleen, jij stond op punt om weg te gaan en ik moest nog wat pakken uit mijn slaapkamer. Ja, waar is Trixie? Nou, waar is Trixie? Nou, dat was duidelijk. Dus ik loop daar naartoe en ik zie Trixie net van mijn bed afgaan. En die heeft echt volgens mij 3 dagen opgehouden en dat was net een zwembad. Ik had een soort van waterbed. Je ziet het als een plek waar ze gewoon kan plassen. Ja, maar dat is toch niet normaal? Nee, maar dat doet ze bij mij, Nou, bij Tini heb ze 1 keer op de mat gepast en bij mij ook 1 keer uit angst. Maar mijn bed is echt favoriet bij de. Hoe moet je dat doen? Moet je dat straffen? Nou ja, wat ik van mensen heb gehoord, die zeiden, je moet ze echt met haar neus in de eigen plas douwen. Ja, maar dat moet je eerst voor doen. Nou ja, je moet ze dus op hete daad betrappen. Nou, dat is nog niet gelukt. Maar gelukkig heb ik zo'n matrasbeschermer. Of je moet zo doen, zoals ik in de camper doe, voor de zekerheid. Heb ik er een tafelzuiltje tussen liggen. Maar het moet toch niet gekker worden, mensen? Ja, maar ja. Maar oké, dit is de 3e keer dat Trixie. Ze heeft zelfs 1 keer op mijn bed gepoept. Weet je nog? Ja, maar dat is in de vorige eeuw, man. Dus we hebben dit even met jou... Lekker fris in jouw wasmachine. Ja. Dus ik ga straks mijn bed weer opmaken. Nou, ja. Trixie is aan boord. Chico natuurlijk ook. We hebben mijn fatbike hier voor op de boeg neergezet. We hebben 2 fietsen bij ons. En dan kunnen we, stel dat we op Texel zijn... Ja. Want we gaan straks nog even doornemen wat onze precieze plannen zijn. Want... Arie en Caroline, u kent ze wel van de Henrik. Die komen vanavond gezellig even buurten. We komen een lekker wijntje drinken. Want ik heb een heerlijk wijnpakket gehad. Daarover later ook meer. Maar gaan we even de route doornemen. Arie en Caroline zijn al eerder die kant op gegaan. En die kunnen ons voorzien van goede tips, pa. Nou, dus we zijn ons redelijk aan het klaarmaken voor deze trip. Wat dit keer wel een heel avontuurlijke trip gaat worden. Want ja, het plan is natuurlijk, terwijl dat we hier pentjes staan te zweten. Maar ja, we gaan uiteindelijk met ons einddoel. Pa. Den Helder. De Waddeneiland. Nou, niet. Eerst naar Den Helder. Sowieso met een aantal leuke tussenstops. Ja. Nou, pa krijgt telefoon. Ik ga eerst eens even mijn beddengoed aan boord zetten. Ik heb trouwens vanmiddag even inkopen gedaan. Ik heb nog gezellige lampjes gekocht. Die ga ik denk ik hier ophangen. Ja, we moeten er wat van maken natuurlijk. Hè. Dat miste ik nog een beetje hier wat leuke sfeerverlichting. Ik heb net met mijn pa even de schaduwdoeken weer opgehangen. Dat is wel heerlijk, hoor. Want als de zon hier inschijnt, dan doe je dit ervoor. En dan voilà, weg zon. Loop ik even naar boven, want wat hebben wij zojuist ook gedaan? Dat is de Bimini. Opgezet. Nou, en dat is geen overbodige luxe, want ze geven de aankomende dagen, pa,
Wat is het? Ja, warm weer, toch 26 graden of zo. Hoor. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk heerlijk. Maar is het wel noodzaak om hier op de Flybridge even onszelf te beschermen tegen het pittige zonnetje. Dus dat hebben we zojuist opgebouwd. Nou, dat is natuurlijk perfect. Kunnen we ook opklappen zo naar achteren. Mocht het, ja, hè, wat, ja, je wil weer wat. Ja, dat komt bij jou binnen. Wacht, ik, laat even zien. Ja, hier. Ik heb wel even koppijn van hebben. Ja. Als het goed is niet, want alleen van goedkope wijn krijg je koppijn. Zo, de boot gaat er gewoon scheef van hangen, pa. Gisteren kwam een man achterom bij mij. Ja. En die liep te sjouwen met de, ik zeg dat... Ik denk dat ik verkeerd ben. Ja, moet bij de buurvrouw zijn. Ja, maar hij zegt nee, dat voordat jullie woensdag of donderdag weg zou gaan. Ja. En dan zou het niet op tijd verzonnen kunnen worden, maar... Dus hij kon het persoonlijk brengen, ja, meneer? Maar ik werd benaderd door iemand van Henry Bloem, die zei van... ik heb gezien dat jullie in Frankrijk waren bij een wijnboer. Dat klopt, daar hebben wij op een camperplaats gestaan. Hij zei, volgens mij houden jullie ook wel van lekkere wijn. Ik zeg, nou, dat klopt helemaal. Dus hij vond het leuk om ons een doos mee te geven voor... een doos. Voor de aankomende trip die we gaan doen. Nou, dat komt helemaal goed. Er zit van alles en nog wat in. Zelfs een, ook nog een alcoholvrije cava, volgens mij. Pinot Grigio, dat is zelf mijn favoriet eigenlijk. Pinot Grigio en Sauvignon Blanc, want ik vind een wit wijntje wel lekker nu eigenlijk. Hè? Met het warme weer wel. Ja, superleuk. En volgens mij hebben ze 20 vinotheken overal door Nederland heen verspreid. Dus zij zei ook al van, als jullie in Den Helder zijn... geef maar aan, als je een refill nodig hebt, dan komen we er nog een doosje bij brengen. Nou, is toch hartstikke leuk. Nou, zeker. Ja, voorlopig wijn genoeg. Ja. Nou, de rest van de boodschap hebben we ook al gedaan. Dus we zijn helemaal klaar om te vertrekken. En dat gaan we morgen doen, hè? Ja, morgen vertrekken. Morgen vertrekken. Eerst een nachtje goed slapen. Terwijl het hier gesut wordt. Kijk, dit. Wat zei je? Hoi! Er gebeurt altijd van alles hier in de haven. Wat zei je? Ben je helemaal... Afgelopen nacht ben ik op lekker geweest. Oh, bij Tine. 4, 5 plekken gestoken. Ja. En... dat is niet leuk. Je bent helemaal lek geprikt. Ja, ja. Nou, mij moeten ze ook altijd hebben. Ik weet niet wat het is, maar het is altijd... We hebben gewoon lekker bloedbaan, dat is het. Ik denk het ook. Ja. Maar het is niet fijn hoor. Nee. Uiteindelijk sliep ik zwart en toen trip, 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 trip. Kam Trixie naar boven. Trixie? Ja, en die wou erbij komen liggen. Oh, tussenin. Nou, dat is wel gezegd, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Nee. En toen luisterde. Kijk hier, ze reageert weer. En ze ging weer terug. Trixie is naar de trimsalon geweest. Ja. Het is bijzonder. Ja, maar het is mooi hoor. Jij stuurt... Ja, het is een heel ander beest geworden. Ja, meentje. Ze liep de buis als een aangevreten rat. Maar het is inmiddels weer een mooie Trixie. Een hoop haar er vanaf, jongen. Ja, dan kun je gewoon een trui van breien. Denk niet dat je hem nodig hebt, maar... Ja. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe vaartrip. Wel, ik vind het... Het is wel een spannende vaartrip. Ja, dit is met die Waddenzee erbij. Dat heel veel mensen zeggen tegen mij, oh, ga je dat durven, Kees? En het is wel, ja, het is wel even een dingetje. We moeten ons even inlezen. Daarom komt Arie hier vanavond en Caroline. En dan hebben we de kaart. Ik heb een kaart meegebracht van de Waddenzee. Oh ja, 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 we hebben ons helemaal... Kwam, met de post. Ja, precies. Je kan natuurlijk veel met je app doen, maar het is sowieso heel fijn om op de Waddenzee even ook een analoge kaart te hebben. Want je wil niet dat als je systeem uitvalt... dat je dan niets meer hebt. Zien, hè, Kees, waar je heen gaat. Dat is ook leuk. Dat laten we jullie allemaal weer zien. We nemen jullie weer mee op deze trip. Daar heb ik hartstikke veel zin in. Spannend wordt het wel. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En het weer wordt alleen maar fantastisch. Dus succes gegarandeerd, mooie plaatjes. En hopen dat alles technisch ook een beetje goed gaat weer. Oh ja, trouwens. Ik heb een dieptemeter, 2 zelfs. Ja, oh ja. Die is van de week geïnstalleerd. Ja. Er zit een beschermkapje op. Ja, het is een clipper, dieptemeter. Het is een hele simpele. Wat doet hij? Hij geeft de diepte aan en daar hou ik van. Bedoeld, daar is het voor bedoeld. Ja. Hele grote cijfers. Hij staat nu beneden niet aan. Dan heb ik zo'nzelfde. Maar het werkt en dat is het belangrijkste. En hij was niet duur. Nee. Ja, maar je hebt het wel nodig gewoon. Ja, weet je tuurlijk. Je hebt het gewoon nodig. Want we gaan naar de Waddenzee en dan moet je gewoon echt dieptemeter hebben. Maak je ook gelijk mijn bed even op? Nee. Waarom niet? Nee. Jouw hond heeft mijn bed ondergezeken. Ja, maar je hebt de deur open gelaten. Nou, ik heb vanmiddag de hele boot van buiten schoongemaakt. Van binnen is alles weer fris. Klaar voor een nieuwe trip. Dat was een heel werkje. Het was best wel warm om dat te doen, maar goed. Ja, maar ja, het moet toch gebeuren. Het moet gebeuren. En uiteindelijk is het alles weer lekker fris en fruitig. Met wel de deur achter je dicht, want dan hebben we straks hetzelfde verhaal. Het is gewoon open. Ja, maar... Ja, hier. Maar ik vraag me ook echt af waarom dat ze dat doet. Waarom ze op mijn bed plast. Misschien dat er hondenfluisteraars zijn die mij dat kunnen vertellen. Waarom is het altijd mijn bed?
Is het wraak of is het territorium uitzetten? Ik heb dus geen flauw idee. Niemand heeft me dat kunnen vertellen. Wat de reden erachter is. Ja, kan Trixie ook niet vragen, want die geeft geen antwoord. Toch? Trixie geeft meestal geen antwoord op van die moeilijke vragen. Nee, geen. Kijk daar eens, Arie en Caroline, aan boord. Wat een gezelligheid. Ja, ja. Zeker. En we gaan naar een kamertje. Nou, ik moet zeggen, je hebt wel de beste plek uitgekozen hier. Want je zit naast een doos. Ja. Met... Nou, Kees, je hebt een hele lekkere... Hey, wat zeg je? Hele lekkere... Wijntjes. Oh, mooie wijntjes. Ja, zeker. Ja. Nee, speciaal geregeld. Dus we gaan er een soort proeverijtje van maken. Nou, daar hou ik van. Ja, toch? Ja. Het nuttige met het aangename combineren. Want Arie is natuurlijk ook een ongelofelijke professionele... Ja. ongelofelijke goede wijndrinker. Ja. Maar ook een professionele... Ja, goede kaart lezen. En we zijn natuurlijk een beetje aan het bokstoven welke route we gaan varen. Ja. Want, aankomende trip. Ja, want de bedoeling is natuurlijk dat we hier eerst naar Rotterdam gaan. Ja. Dan richting Den Haag, dus langs Delft. Daar hadden we willen liggen. Maar we hebben gehoord dat je dan voor de middag moet zijn, anders kan je al niet meer in. Ja, het is vrij druk. Ja, ja, hè? Heel gezellig. Ja, morgen vertrekken we. En dat zien de mensen allemaal in de volgende vlogbaar. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nog niet nu, maar een beetje globaal de route die we gaan doen de komende tijd. Ja, dus dat is langs de Leiden dan. Leiden, inderdaad. En eigenlijk is het hele stuk is dat die staande masroute die we vroeger ook al gedaan hebben. Ja. Ja, we hebben de Kagerplassen en dan de ringvaart. De ringvaart, dat is... Haarlem. De Haarlemmer ringvaart. Mm-hmm. En dan kom je in Haarlem en als je Haarlem gepasseerd bent, krijg je het Spaarnen. Heel mooi. En dan kunnen jullie hier het Noordzeekanaal. Ja. En dan daar bij Zaandam, in noordelijke richting, naar boven toe. Ja, en jullie gaan daar ook heen, hè? Richting Den Helder, want daar liggen wij praktisch naast elkaar tijdens de sale Den Helder. Gezellig. Dan zijn we weer buren. Ja. Nou, ik zou zeggen, Henri Bloem, ruk nog maar een doosje aan. Maar dat wordt hartstikke gezellig. Ja, dus we gaan, ja, nu doe ook. Jij hem even lekker open. Ja. Ja. Want we gaan onze vaartrip even aftoppen met een lekker kavaatje. Ja, wat een luxe zeg. Maar jullie zijn... Ik ben koffie uitgenodigd, maar precies. Dit is een leuke verrassing. Hey, maar jullie zijn ook net een maand op pad geweest, hè? Ja, we zijn een maand met onze vakantiereis bezig. Nou, we hebben wat technische dingetjes waardoor we even in Dordrecht zijn. Ja. En als het opgelost is, dan gaan we eigenlijk net als jullie heel snel. Oh jee, zo. Oh. Nou, dat jouw bril nog op je hoofd staat, dat is toch ongelooflijk. Van de waterkaart. Ja. Ik heb een beetje een allegaartje aan glazen, dat excuus daarvoor. Ja. Daar smaakt het niet minder. Nee, toch. Oh, kijk, die waterkaart. Oh, trouwens, die is waterdicht. Ja, dat is wel handig. Dat is wel fijn tegenwoordig. Ja, vroeger had je daar alles lekker op die je maar kon bedenken. Stond die vastgeplakt aan je tafel, hoor. Nou, en dan na de sale, dan gaan jullie ook richting de Wadden, volgens mij, hè? Ja, Kees, je zei toen van, nou, het lijkt me interessant om dat een keer te doen. Ja, zeker. Texel lijkt me heel leuk. Ja, Terschelling ook heel leuk. Vlieland, als het weer goed is, is het heel erg leuk. Want dan kom je eigenlijk wat minder makkelijk, zeg maar. Ja. Maar als de omstandigheden goed zijn, is het heel leuk om Vlieland aan te doen. Mm-hmm. En dan natuurlijk richting Harlingen heb je een heel leuk westelijk Waddengebied heb je dan gezien. Ja, en als het mooi weer is, je ziet de zeehondjes. Dat is toch schitterend. Dus dat zijn jullie ook van plan eigenlijk, hè? Ja. Ja. Nou, en misschien, we weten niet hoe het loopt, maar kunnen we dat samen doen? Ja. Dat is ook best wel, eigenlijk wel slim om dat de eerste keer samen te doen. Hè? Dan twee weten meer dan één. Ja, op de Waddenzee moet je... Paar is nu al verdwaald. Nee, ik wil even testen. Dus op de Waddenzee moet je niet slim denken te zijn door af te steken, want dan zit je erop. Nou, wij gaan hier verder nog even bekonkelen wat de route precies gaat worden. Maar ik wil ook hier samen met jullie even de vlog afsluiten. Volgende week zondag is er een nieuwe vlog. Woensdag sla ik weer even over, want dan hebben wij nog een beetje leuk quality time. Ja. Arie, het is zo, vloggen gaat veel tijd in zitten. Gaat heel veel tijd in zitten, ja. Maar goed, je hebt heel veel goede volgers. Ja, zeker. Het is het waard. En die gaan we ook zeker weer bedienen. Superleuk dat jullie weer gekeken hebben. Proost! Oh ja, en like nog even deze video. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En abonneer nog op het kanaal van de volgende bestemming. Als je dat nog niet had gedaan, Arie heeft het gedaan. Maar ik ook bij Arie, hoor. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende bestemming. Tot de volgende bestemming. Hoi!
In de volgende vlog zie je dat we heel veel pech hebben bij de start van ons nieuwe vaaravontuur. Als we op de Nieuwe Maas varen net voor Schiedam, komen er ineens grote rookwolken uit het motorruim. En dat ziet er niet goed uit. De temperatuur van de motor liep omhoog. Ik ben de machinekamer meteen ingegaan, een paar eens verder gaan varen. Maar het stond helemaal blauw van de rook, dus nou... We zijn net onderweg.